Zeg maar allemaal zo, Rick. Wie niet wagen niet klaarkomt. Oké, jongens, welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. We zijn hier met Rick en Jordi in Amsterdam nog steeds. En ik zou zeggen, op naar de intro. Jullie zeggen wat we aan het doen zijn. Wat doen we hier op dit bankje dan? Ja, zijn dit Vraagje Vrijdag? Wat denk je anders? Ik zeg toch Vraagje Vrijdag op vrijdag. Jordi, heb jij al vragen binnen? Ik ben nog aan het laden. Rick, heb ik vragen? Ik heb geen mobiel. Oh nee, Jordi Mooijman heeft me genietweet. Oh wauw, nu heb je volgers. Ik heb hier een kleine vraag. Zeg eens heel boos bubbels. Bubbels! Godverdomme. Bubbels! Bubbels. Jullie mening over koala's? Ja, ze zijn echt koala's. Maar is koala niet precies hetzelfde als een slot of zo? Is dat niet precies hetzelfde? Nee. Slot is veel anders, man. Koala... Wat is het verschil tussen koala en een slot? Het is gewoon toch even aardig en zo. Fucking schaamhaar, ik heb hier haar als een koala. Ik heb hier echt een vraagje, jongens. Okay, zeg wat is jullie favoriete vruchtensap en wat is het meest ranzige vruchtensap? Taxi! Taxi is lekker. Ja, taxi is geen vruchtensap, dat is gewoon fucking fake, man. Nee, maar niet die ander, wel die echte, de originele taxi. Ja, de blauwe pak bedoel je? Ja, blauwe pak. Daar vroeger nog een krokodil op stond. Ja. Ja, precies. Dat die was leuk. Dat is de taxi waar ik... Taxi, jongen. Taxi van zou willen... Het smerigste vind ik van die aloe vera drank. Nee, dat is lekker, jongen. Dat vind ik ook lekker. Dat vind ik ook lekker. Ik zeg altijd dat ik het ranzig vind. Waarom zeg jij dat je het lekker vindt? Nee, ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Waarom vind ik ook lekker, net zoals... Eerste inhoudelijke vraag. Met wie ga je liever naar bed? Jamai of Justin Bieber? Nee, die hebben we al gedaan. Ja, normaal! Dat kun je toch niet weten? Wat was je grootste droom vroeger? Ik wilde dolfijnen trainer worden. Homo! Dolfijnen zijn ook wel vrouwelijk. Ook vrouwelijke dolfijnen, ja. 50% waarschijnlijk. Ik was superheld. Ja, ik ook. Super droom hebben jullie. Ik ben wat wil jij dan? Toen ik klein was, wilde ik makelaar worden. Waarom makelaar? Omdat je veel geld hebt. Veel geld, get that money, get the bitches, get money. Makelaar money. Koop huizen, bouw aan de huizen, verkoop de huizen. Renoveer de huizen. Ik word later makelaar. Heb je nog meer vragen? Ja, welke film vonden jullie beter? The Hunger Games of Catching Fire? Het is toch beide The Hunger Games of niet? Nee. Hunger Games was deel 1. Catching Fire is The Hunger Games. Catching Fire volgens mij. Dat is maar het is beide de Hunger Games, dus waar slaat die vraag op? Oké, je hebt gelijk. Ik vond Hunger Games beter. Wat? Omdat deel 1, hè? Auw. Sowieso dat Catching Fire beter is. Nee. Je hebt interessantere karakters, want in de eerste deel had je alleen maar van die mensen die deden, ik zit ook in de Hunger Games. En bij de tweede had je mensen van, yeah, ik ben vet sterk en ik kan die dingen. Karakters werden niet uitgewerkt. In de Hunger Games 1 ging het nog om de Hunger Games. Hier ging het echt zo, het was 15 minuten Hunger Games, toen waren ze weer... Ja, oké, maar de karakters waren wel tof. Dus van, die man ziet er wel gevaarlijk uit, want hij kan dit en dit. En uiteindelijk stierven ze allemaal. In het echt ook. Weet je, die gast is dood, hè? Die Philip Hofmeijer. Ja, die man is hartstikke dood. Ja, nou, leuk om te vertellen. Oké, volgende vraag. Bardo mist al een klepje, dit is waarschijnlijk weer een nieuwe. En alles mist. Dit is van Bardo. Dit heb ik net van Bardo gekregen. Van die verkleuring op het scherm. Ik heb wel een goede vraag. Ja. Hoeveel tijd besteden jullie gemiddeld aan een Vraagje Vrijdag, inclusief editen en reizen, etc.? 5 minuutjes, denk ik. Ja, 2. Als Bardo edit 1. Ja, denk ik. Zo simpel. Video, bad, boom, online. En aan reizen, ik denk, we zijn nu in Amsterdam. Ik denk, wat hoeveel Vraagjes Vrijdag hebben we opgenomen? Een stuk of 6 of zo. We hebben langer gereisd door de IKEA dan daarheen. Echt jongen, what the fuck? Ja, IKEA. Gekke IKEA. IKEA, de beste jongen. Wat was nou de grap over IKEA? Gekkigheid. Wat was de grap? IKEA. Oh ja. IKEA. Jordi, IKEA. Oh, wow. Wie zouden jullie voor één dag willen zijn? Bardo Allen sowieso. Harry Potter. Ik denk Justin Bieber, maar dan niet de Justin Bieber die in de gevangenis zit, maar degene die willekeurige hoeren neukt en dat hij dan veel wordt, de volgende hoeren. Waarom moet je dan Justin Bieber zijn? Dan kan je toch gewoon jezelf zijn en naar de Wallen gaan? Wat? Nee, maar kijk, ik vind het zo leuk om één dag Justin Bieber te zijn en dan normale dingen te doen. En één keer vrijwilligerswerk. Ja. What the fuck? Van haar school zo. Ja, maar, geluid. Ja, nu kutteristen, film het even. Kamerman. IKEA. Ik zeg het toch. Het is Ayordi. IKEA. Maar dat zou wel zeker kut zijn als je dan Justin Bieber wordt. Voor één dag en dan zit hij in de gevangenis. En dan gay worden! Ik word Justin Bieber voor één dag gaan met heel veel mannen neuken. En dat laat ik dan filmen. Jij voor jezelf, hè? Werkt dat zo wel, zeg maar, dat je... Dat... Ik denk dat je wel eens Justin Bieber, als je één dag Justin Bieber bent, dat je wel seks kan hebben met mannen. Of tenminste, mannen kusjes geven, dat vind ik niet zo heel oké. Kusjes geven, ik durf wel Joeri een kusje te geven. Ja, dat doe dan.
Dat zie ik durvend. En als ik Justin Bieber ben, dan lepper ik hem helemaal af. Ja. Primair van Banjo Town. Ben ik even blij dat jij geen Justin Bieber. Dan wordt Banjo Town interessant hoor. Dan word je wel afgeleverd door Justin Bieber. Kijk, nu is Yuri gewoon die ene dude van Banjo Town die niemand leuk vindt. Maar dan wordt Yuri in één keer die fan die gezoend heeft met Justin Bieber. Ik zie views voor Yuri in één keer. Ja. En dislikes. Ik ben het eens. Wist je dat Justin Bieber Baby is de meest gedislikte video op heel YouTube? Echt waar? Ja. Want Justin Bieber en Rebecca Black die zoenen. Wauw, dan krijg je echt, dan krijg je kinderen. Het is Friday, zullen we de video afsluiten? Ja, de batterij van Bardo's mobiel. Jongens, bedankt voor het kijken. De batterij van Bardo's eruit. Bedankt voor het kijken, laat een duimpje achter. Abonneer op Banjo Town. En dan zien jullie de volgende keer weer mijn nieuwe Vraagje Vrijdag. Doei. Later.